Nou jongens en meiden, daar zijn we dan. De eerste dag is aangebroken van het thuisonderwijs. En vanochtend heb ik jullie allemaal even gezien. Zijn jullie de spullen opkomen halen? En ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt wel een beetje gek vind. Want ik ben al de hele dag aan het werk in een ontzettend leeg lokaal. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt super saai vind eigenlijk. Dus ik hoop gewoon dat jullie er snel weer kunnen zijn. Maar tot die tijd gaan we er met elkaar gewoon een goede tijd van maken. Ook al is het op afstand. Dus ik wilde jullie even heel meenemen in wat is nu eigenlijk de bedoeling. Ik zag al een leuk filmpje via de mail voorbij komen dat er al hard werd gewerkt. Dus echt super, super leuk. Jullie hebben een weektaak ontvangen. Via de mail al van juf Carolien. En op die weektaak zie je staan wat er iedere dag per vak van jou verwacht wordt. Het is de bedoeling dat de dingen die op de weektaak staan, dat je die ook op die dag doet. Iedere dag wordt er van je verwacht dat je 2 uur bezig bent met de spullen voor school. Via Junior Einstein zal heel veel klaarstaan. Daar kun je lekker met de weektaak aan de gang. Het werkboekje, de werkboekjes die je hebt gekregen, daar kun je mee aan de gang. Iedere dag in ieder geval even 15 minuten lezen. Dat is genoeg te doen in ieder geval. Wij horen natuurlijk graag van jullie hoe dat het gaat. Of dat jullie eruit komen, of dat er vragen zijn. Als er vragen zijn, kun je altijd even reageren onder dit bericht of via klasbord. En het liefst hoor ik natuurlijk ook van jullie, hey, hoe gaat het nu eigenlijk? Dus het lijkt me heel tof als jullie af en toe eens wat foto's sturen of filmpjes hoe dat het gaat. Als jullie tips hebben voor elkaar misschien, van hey, dit werkt bij mij heel goed of dat werkt bij mij heel goed. Zodat we dat lekker met elkaar kunnen delen en jullie ook nog wat van elkaar blijven zien. Want wij zullen regelmatig even wat plaatsen van wat er gebeurt. We zullen volgende week ook filmpjes gaan maken of in ieder geval voor volgende week filmpjes maken voor bijvoorbeeld nieuwe instructies die er zijn, of filmpjes voor dictee. Dus die zul je dan ook in de weektaak erbij zien staan. En die kun je dan ook hier weer vinden. En daar kun je altijd onder reageren op het moment dat je een vraag hebt. Als je ergens niet uitkomt, en dan helpen wij jou ermee. Dus we zijn nog gewoon bereikbaar. En het lijkt me heel tof. Het lijkt ons heel tof om het gewoon lekker samen met jullie ook weer te blijven doen. Dus laat ook gewoon genoeg van jullie horen. En we gaan er een toffe tijd van maken met elkaar. Ik hoop jullie gewoon weer heel snel te zien. Maar voor nu in ieder geval heel veel succes. Ook voor alle papa's en mama's die jullie aan het helpen zijn. Maak het ze niet moeilijk. Zorg dat je je werk gewoon netjes afmaakt. En neem er lekker de tijd voor. En heel veel plezier. Ik hoop jullie snel weer te zien.